Als ik zie het, die krachtige vrouwen hierachter, krijg ik een enorme glimlach in mijn gezicht. Wat wij zien in de gezinnen waar we dus actief zijn, is dat er vaak heel erg veel organisaties betrokken zijn. Dus een gezin krijgt heel veel mensen over zijn vloer en dat eigenlijk niemand meer het totaal overzicht heeft, laat staan het gezin. Veel gezinnen hebben het gevoel dat ze van een professional continu iets moeten. En juist die vrijwilliger, wat Floor net mooi uitlegde, die heeft geen plan. Die gaat gewoon op zijn intuïtie erheen en je gaat samen eens uitzoeken waar je naartoe moet. Maar ik vind het echt wel belangrijk om te weten hoe die maatje voor u van belang is geweest. Voor mijn kinderen heel goed, gelukkig. Er zijn is al belangrijk genoeg soms. Dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Gewoon er zijn voor diegene alleen. Bij ons was eigenlijk het grootste probleem de samenwerking tussen de betaalde en niet betaalde. Dan zou ik weer wat gelijkwaardiger willen zien. En we zien dat door eigenlijk die brug te slaan tussen het gezin en het systeem, daar toch weer een opening komt. Op het moment dat je echt met elkaar een samenwerking aangaat en dat het niet meer gaat over, oh jij bent de vrijwilliger, dan werkt het. Heel veel dank, veel succes.